Sinds een aantal weken zit hier op de grootste markt de VVV. Maar als je hier zo kijkt, hoe weet je als toerist dat hier de VVV zit? Dat is nog een punt van aandacht. We hebben op het moment hier buiten, we zijn heel druk bezig met de bewegwijzering borden met de gemeente. Om te zeggen van laten we dat zo snel mogelijk proberen te realiseren. Dat de pijlen niet daarheen staan, maar hierheen staan, om maar zo te zeggen. En we zijn heel erg aan het kijken naar de buitenruimte. Van wat kunnen we daar doen samen met de gevel, samen met iets buiten. Zodat we goed herkenbaar zijn of het nou een paal is of een grote i. Of, daar moet even een goed plan voor gemaakt worden. Want de naam De Waag is ook weg, hè? Daar vallen ook een heleboel mensen over. Ja, nou, die is niet weg. Het is natuurlijk, het hele pand is gerenoveerd. En dat betekent dat buiten geverfd is. En daar is dus ook geverfd. En wat daar terugkomt, of dat weer de letters zijn, of dat iets anders is met een symbool van De Waag. Daar zijn we dus, dat hoort bij het totale buitenplan om daar even goed naar te kijken. Zodat de dingen bij elkaar passen en dat het één geheel wordt. En dat mensen gelijk zien dat ze hier naar binnen moeten. En er is nog meer gedoe geweest, hè? Je vakantie over de grote kerk, dat die ineens stil was. Ja. Nou, jullie horen het als eerste. Doet hij het weer? Wat ik vandaag gehoord, want vandaag is mijn eerste dag weer na mijn vakantie. Ik heb hem horen luiden, dus volgens mij doet hij het weer. Maar er is een hoop gedoe over geweest, want ik hoorde dat er zelfs plannen waren om carillonconcerten, net als in Vlaardingen, te gaan organiseren. Wat is dat nou? Iemand klaagt en dan is die gelijk stil? Weet je daar iets van? Gelukkig heeft zich dat tijdens mijn vakantie afgespeeld. Ik heb natuurlijk wel gevolgd. Je ziet wat dingen, berichten langskomen. Ik heb er verder nog niemand over gesproken. Ik moet daar nog over bijgepraat worden, dus ik kan er nog geen zinnig woord over zeggen. Wat zijn de toekomstplannen? Wat gaan jullie nog meer voor leuke dingen doen hier? Nou, wat we natuurlijk heel erg leuk vinden, omdat we nu zo heel centraal zitten, dat we hier ook echt een platform willen zijn voor de stad. En dat betekent eigenlijk dat je niet alleen de toerist hier wilt verwelkomen en aan de hand van de thema's die je hier ziet kunt uitleggen wat de stad inhoudt. Maar dat we dus ook evenementen of organisaties die iets doen in de stad hier de mogelijkheid geven om voorafgaand aan deze ruimte te gebruiken. En dat kan zijn dat een evenement hier iets doet of als het de dag van de vrijwilligers is, dat we vrijwilligers vragen om hier te vertellen wat vrijwilligerswerk inhoudt, of de dag van Midden-Delfland, dat iemand vertelt wat er daar allemaal te doen is. Nou, kortom, dat het hier een soort van platform is van andere dingen, waarbij ze de aandacht kunnen vragen of vestigen op andere zaken die gaan komen of die interessant zijn. Wat we merken, dat we gewoon hier echt centraal zitten. We hebben, ik had het al eerder genoemd, in de eerste 2 weken hadden we net zoveel bezoekers als de afgelopen 2 maanden toen we nog aan de Buitenhavenweg zaten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met heel veel nieuwsgierige Schiedammers en ook heel veel Vlaardingers die zeggen van we willen even kijken hoe het eruit ziet. We kunnen eindelijk in een historisch monument naar binnen. Maar ook heel veel bezoekers die het heel erg leuk vinden om hier te komen kijken. We zijn ontzettend blij met deze locatie.